Welkom bij de examenvraag van vandaag. En deze vraag komt uit 2018, het eerste tijdvak. We gaan naar in totaal drie vragen kijken. En met name de derde vraag vind ik een interessante. Maar we pakken de eerste twee ook even lekker mee, want dat is even goed om weer te herhalen. Vraag 10, daar staat het volgende: Wetenschappers in Australië zoeken naar een nieuwe manier om uit te vinden of ergens goud in de bodem zit. Ze hebben ontdekt dat de eucalyptusboom goud uit de bodem kan opnemen. Dit goud is terug te vinden in de bladeren van die boom. Hoe komen deze gouddeeltjes vanuit de wortels in de bladeren terecht? Nou, als we naar de antwoorden kijken, dan kunnen we uit drie antwoorden kiezen: via de bastvaten, houtvaten of zowel de bastvaten als de houtvaten. Nou, als je naar deze vraag kijkt, dan herken je natuurlijk bastvaten en houtvaten. En dan is het altijd even de vraag: van nou, in welke richting stroomt dus de vloeistof door die bastvaten, en die houtvaten? Je kunt het zo onthouden met een soort ezelsbruggetje: door de bastvaten gaat vloeistof naar beneden en door de houtvaten gaat de vloeistof omhoog. Dus aan de eerste letter van het woord kun je hem op die manier onthouden. In dit geval, dus de houtvaten vervoeren dus vloeistof van beneden naar boven. En dat betekent dus dat het antwoord bij vraag 10 antwoord B is. De tweede vraag, vraag 11, is als volgt: er zijn. Meer dan 700 soorten eucalyptusbomen, waarvan de meeste alleen in Australië voorkomen. Er zijn eucalyptusbomen met een dikke waslaag op de bladeren en soorten met een dunne waslaag. Welke van deze soorten zijn beter aangepast aan een droge omgeving? Die met een dikke of die met een dunne waslaag op de bladeren? Leg antwoord uit. Het bestaat dus uit twee delen deze vraag. Enerzijds moet je dus aangeven of juist een dikke of een dunne waslaag in deze omgeving handig is en je moet uitleggen waarom. Dus let daar goed op dat je altijd heel scherp bent wat er van je gevraagd wordt. Nou in dit geval is dus een dikke waslaag in een droge omgeving gunstiger. En de reden dat dat gunstiger is, dus het uit, uitleggen op je antwoord is dat een dikkere waslaag de bladeren beschermt tegen uitdroging. En in een droge omgeving moet je dus juist dus heel goed ook dat vocht vasthouden. Dus als je had geantwoord een dikkere waslaag, want dan droogt de plant minder snel uit, dan heb je dus het juiste antwoord gegeven op de vraag. Dan gaan we naar vraag 12. En bij vraag 12 staat het volgende: de bloemen van sommige eucalyptussoorten hebben geen gekleurde kroonbladeren, maar ze vallen op door een groot aantal witte of felgekleurde meeldraden. Zie je afbeelding. Nou, de kleuren kunnen we niet zien, want het is een zwart-wit afbeelding. Maar je ziet wel heel mooi de mildraden zitten. Deze mildraden hebben naast hun normale functie ook de functie gekregen van de gekleurde kroonbladeren bij andere bloemen. Voel je me al een beetje aankomen. Noem de twee functies van de mildraden van de eucalyptusbloem. Je kunt, als je naar de tekst kijkt, kun je twee dingen eruit halen. Enerzijds hebben ze dus de normale functie bij andere bloemen. Nou. Wat is de functie van meeldraden bij normale bloemen? Nou, dat is het produceren van stuifmeelkorrels. Dan heb je die te pakken. En welke functie hebben ze er nu bij gekregen bij eucalyptusbloemen? Nou, wat staat er in de tekst? Dat ze ook de functie hebben van die gekleurde kroonbladeren bij andere bloemen. Oftewel, dan hebben ze dus ook de functie van het lokken van insecten voor de bestuiving. Je had kunnen zien, ook al voordat je aan de vraag begon, voor het nummer dat je twee punten voor deze vraag kon krijgen. Dus daar zie je al dat je twee antwoorden moet geven. En er staat ook heel duidelijk in de vraag: noem twee functies. Als je dit soort dingen in een vraag ziet en je wil zeker weten dat je het goed beantwoordt, kun je altijd eventjes ook in de vraag even onderstrepen: noem twee functies. Dan kun je, weet je heel zeker dat je echt het juiste antwoord geeft op de vraag. Dan is dit het einde van de examenvraag van vandaag. Heel veel succes met oefenen. Onder in de beschrijving heb ik weer een link naar dit examen gezet. En wat extra video's om je te helpen. Dan hoop ik dat het gaat lukken met de voorbereiding op je eindexamen. Heb je nou vragen? Zet ze ook even in de comments hieronder. Dan probeer ik je op die manier te helpen. En vergeet niet te liken. Tot de volgende.